15-0. At 15-30. Thirty, forty. Okay, Monteiro. Monteiro leads 5-3. Fifteen love. Safety, no? At 15-30. Okay, first half.
Monteiro leads 5-4. Time. It's 50 love. Love. Okay, first half. Vale. 5-1. Love 15. That's 15-30.
40-30. Game, Monte. Montero lead, 6-5. Time. Love 15. Last 30. Wait, please. Love 40. Match Montero. Two sets to 1-6-4, 6-7, 7-5. En zo wordt Thiago Monteiro dus winnaar van de heren enkel van de driekleur Challenger Zeeland 2014. En maken we ons op voor de huldiging van de winnaar en de verliezend finalist. Thiago, congratulations on a good win. We would very much like to hear a reaction from you on this match, on this final. First of all, thank you everyone for coming to watch the match. Congratulations to Boy. It was a really good match today. He's a really dangerous player, and I had to play my best to beat him today. So, congratulations. Also, thanks to my coach, who did a great job with me, and we keep improving in tennis, so thank you. Also, congratulations to everybody who make this tournament possible, all the sponsors, the staff, the referees, ball keepers, and many thanks for Sven, the tournament director, for all the support. And also to Timo, the stringer. So I just want to say thanks for everybody.
In the end, after the final point, there was quite a scream from you. Yeah, I just was my mind to put the ball in the game and keep hitting the ball, and because if I put short balls, he could make an easy winner, so it was really tough match, and I'm very happy to win. Good to have you here. Good to have a final between the Netherlands and Brazil. That would be nice in Brazil, talking about the football as well. Can we make that arrangement? Yeah. I hope so. I hope we can play against Holland the finals. And I hope Brazil wins. Okay, we don't agree with you, of course, but you won this one. We'll see what happens in Brazil. Congratulations. In a minute, we'll have the trophy being handed over to you. Thiago, de winnaar, Thiago Monteiro van het toernooi. En dan naar Boy. En dat is altijd moeilijk zo kort na een wedstrijd om een verliezend finalist te spreken. Want ja, het was een moeilijke. Omstandigheden waren ook lastig, hè, Boy? Ja, het was geen mooie dag inderdaad, nee. Zacht gezegd. Nee. En dan moet je ook nog de hele tijd wachten. Eerst door de regen heen spelen. Dat hielden jullie aardig vol. Dan wachten en dan weer terugkomen met een baan die natuurlijk ook te lijden heeft onder het weer. Niet eenvoudig. Nee, klopt. Het waren moeilijke omstandigheden, maar ja, hebben we allebei last van. Dus, maar hij kwam beter terug na de regenonderbreking. Hij speelde echt heel goed. Dus verdiend gewonnen, denk ik. Hoe kijk jij nou terug op deze week? Prima week op zich. Ik heb niet mijn beste tennis gespeeld, maar ik heb toch de finale gehaald. Dus op zich is dat ook wel knap als je niet je beste tennis speelt, toch de finale haalt. En ik ben wel redelijk tevreden, maar het moet wel beter de komende weken. Maar ja, ik heb een leuke, fijne week gehad hier in Middelburg. Vorige maand eentje gewonnen, nu de finale, nu naar Scheveningen. Ja, klopt. Ik moet dinsdag alweer spelen. Het is pittig. Morgen rustdagje. En dan dinsdag speel ik tegen een andere Nederlander ook in de eerste ronde. Dus ja. We gaan je in de gaten houden. Succes daar in Scheveningen. We gaan naar de huldiging toe, want Sander van Buren, de toernooidirecteur, staat daar al voor klaar. We hebben Sven, die werd net al genoemd, Blaak, de technisch toernooidirecteur. En we hebben Esme, die hier staat met de bokaal. En we hebben natuurlijk namens de hoofdsponsor, Driekleur Challenger, ook de vertegenwoordiger die we net ook hebben gesproken. Zij staan klaar voor het uitreiken van de bokaal. En van de schaal die hoort bij de verliezend finalist. Daarvoor vraag ik heel graag naar voren. Boy Westhoff, verliezend finalist van de Driekleur Challenger Zeeland 2014. Wanneer ook Simons de hand heeft gegeven. Dan gaan we over naar de winnaar van de Driekleur Challenger 2014. Hij komt uit Brazilië en heeft een mooie glimlach en had een oerschreeuw tot besluit. Hier is hij, Thiago Monteiro. En terwijl de laatste plaatjes van de dag van het toernooi van deze week, van dit jaar, worden geschoten, vertel ik u ook nog dat we dankzij aan Joop van der Meijden namens Stichting De Veste hier het huisvesten was fantastisch. Hij gaat nog een woordje doen, hoor ik zelfs. Eerst even de foto's, eerst even het camerawerk en dan nog een slotwoord hier voor de echte diehards die zijn gebleven. Grote klasse dat jullie hier hebben gezeten tot het einde. De echte liefhebbers zijn overgebleven. Ik zeg alvast dank voor jullie komst. We krijgen nog een slotwoord. En dan sluiten we het toernooi af. Kijk, daar is Joop. En die geven we graag de microfoon. Alsjeblieft. Dank u wel. Het is natuurlijk bijzonder om hier te staan. Ik ben voorzitter van de Stichting De Veste. Niet iedereen bekend misschien. Maar de Stichting De Veste exploiteert dit tennispark. Het bestuur daarvan bestaat uit slechts drie personen. Dat is Gaston Suy, is penningmeester, heb ik daar zien staan. Frank van der Plas, secretaris. En ik ben Joop van der Meijden, de voorzitter. Aangezien wij met z'n drieën niet kunnen tennissen op een park van 12 banen, hebben we huurders gebruikers gezocht. En gelukkig hebben we die gevonden. De tennisvereniging MLTC is de hoofdgebruiker. Daarnaast hebben we de tennisschool van Remco Maandag. Daar zijn we erg blij mee. Deze kant op voor de camera. En op die manier kunnen we het park exporteren. We doen het helemaal vrijwillig, bijna zonder subsidie van de gemeente. We hebben laatstelijk subsidie gekregen voor de renovatie van de kantine. Daar zijn we erg blij mee. Gelukkig hebben we nog een andere gebruiker gevonden. Sander. Sander staat daar zo. Sander, die wilde hier een
groot tennistoernooi organiseren waar we erg blij mee zijn. Het is voor de vijfde keer dat het hier plaatsvindt en dat is toch wel voor dit park heel bijzonder. Zeker omdat het proftennis gecombineerd wordt met amateurtennis. We hebben een open jeugdtoernooi, we hebben een seniorentoernooi en we hebben zelfs nog een rolstoeltennistoernooi. Dat vind je op geen één park. Ik heb altijd begrepen, ik ben ook nog taxichauffeur geweest van de week, van spelers op te halen van de Valk hier naartoe, dat het heel bijzonder is dat het gecombineerd wordt. En dan vinden de profspelers heel bijzonder dat het op deze manier gebeurt. Dus ik denk, Sander, dat we hier door mee moeten gaan. Verder wilde ik je complimenteren met heel de opbouw. Ik ben altijd erg bezorgd als ik al die vrachtwagens zie komen hier zo. Wat zal er van terechtkomen? Maar volgende week woensdag of donderdag is alles weer netjes en kunnen we weer tennissen. Zelfs Gerry, die zit naast je, wij hebben ook wel samen eens een partijtje gespeeld. Ja, ja. Ik moet je vragen, jongen, wat meer op de tennisbaan te komen naast je drukke werkzaamheden. En ook de overwinnaars en de verliezer wilde ik feliciteren met de prestatie. Helaas is het iets vertraagd, maar het is toch allemaal goed gekomen. Heel van de meiden, dank. Dank voor jullie komst. Tot een volgende keer. Wel thuis. Dag.